Yo, what up guys, van Dan en Dan. Van harte welkom op mijn kanaal. Welkom bij de 15e episode van Days Gone. Die we uploaden in 4K op de PlayStation 4 Pro. Fantastische serie tot nu toe. Helaas met de 2 weken vertraging doet hij het iets minder als dat ik hem waarschijnlijk meteen op launch had geüpload. Maar alsnog een vrij goede serie op mijn kanaal. En ik zie dat er een vast publiek echt wel van geniet. Laten we daarmee snel het verhaal vervolgen in ieder geval met die knowledge. We staan hier bij Boozer. Ik moet wel even vermelden dat ik in ieder geval een aantal dagen de game niet heb gespeeld. En daarmee dus wel eventjes moet wennen aan de besturing. Het is namelijk een periode waarin en Shadow of the Tomb Raider loopt. En Days Gone. En Rage 2. En Metro Exodus. Dus ik heb als het ware 4 Let's Plays. En dan nog de Twitch streams. Dus daar op Twitch is het ook al een tijdje rustig geweest. Dus het is een beetje een afwisseling vinden en een goede balans in een drukke periode. Maar Days Gone, top gamepie. Ochtendzonnetje komt ook mooi door, zo te zien. Welkom bij aflevering 15. Drop die support eventjes met een blauwe duim. Zou fantastisch zijn. En dan gaan we snel beginnen. Boozer. Even wat ammo pakken. En dan ligt hij daar nog steeds een beetje bad te gaan. En ik zie dat ik een tukkie moet doen. Ik moet een tukkie doen voor het verhaal, oké. Zo, wat gaat dit ongemakkelijk zeg. They're coming. They won't know. I mean, they're on me. Sugar? Boozer, what's going on? No! How'd you get in here? Whoa. You stay right there! Boozer, it's me. Stay there. It's Deke. Let's just don't calm you come down. Any closer. Let's just I will talk. Kill you. It's all right. Oh, come on, come with you. Give me the gun, buddy. No, come I will come not! Oh, shit. Oh, Jesus Christ. Boozer, what the fuck? I heard him. I heard voices. Oh shit. I mean, you heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You got blood poisoning. I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. Come on, we gotta get you some help. Look, I don't need some. Come on. Damn it, I don't need help. Oh, persoonlijk vind ik dit echt een heel raar scenario. Sorry about that. About trying to blow your head off. I mean, no, I thought I saw something, you know? Easy. Hey, watch the steps. I got this. But it was in my head, you know? Yeah, I know. Supergoeie game hoor, verder. Maar ik vind het gewoon fucking hinderlijk om te zien dat deze man zijn trots zo hoog heeft zitten dat hij zich niet laat helpen in dit scenario. I could hear him, Deke. Footsteps pounded in my head. Boots. Just a few more steps. Ik hoop maar niet dat hij iets van I don't need any help. I can goddamn walk. I can walk. Okay. Ik hoop maar niet dat hij in plaats van een bloedvergiftiging gewoon een letterlijke wat is het? Mutatie nu ondergaat. Come on. Get on, we gotta go. Wait. What? Where are we going? I don't... It's just a short ride, Boozer. It'll help clear your head, right? Yeah, okay. Right. Nou, zoals jullie zien, ik heb het een tijd niet gespeeld. Ben meteen heel de besturing kwijt. Keihard meteen tegen die muur aan. Where? Going. Deke. You remember when we first rode out of Farewell? What that was like? Yeah. I remember. The highways were all choked up with cars and so many people, all on the move, thinking that if they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. No one saw it coming the way I did. So by the time they said, fuck it, you know, and started walking and then running, it's too late.
late. And I remember watching the freaks, watching them all come, thousands of them. And all those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. You see a thing like that, you know it's only a matter of time before it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but do you know why we keep going? No. Because what the hell else are we gonna do? Yeah. Vet man, dit is precies dat stukje waar ik laatst niet heen kon. Dat ze zeiden, ga verder met de story. Dat is hier. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know. Maar ik hoop echt dat Boozer niet besmet is, man. Dat hij straks ook een zombie wordt of een of andere freak of. Yes, I know. Dat hij straks ook die Nero-mutatie ondergaan. I'll be coming home soon. It's like the enemies that we are battling. I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know. Nee, ik kan geen benzine pakken. Oké, okay, dan niet. I'll be coming home soon. Een vet nummertje op de achtergrond, hè? And yes, I know. That I'll be coming home soon. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die. And graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding. And I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. Damn. Wat een lange route leggen we ook af, hè? In welk gebied zijn we helemaal, joh? Maar hoe Deacon er nu over praat, klinkt het dus alsof ze gewoon op de vlucht waren met z'n allen en dat er opeens hordes aan zombies aankwamen. Bro, wat is het verhaal daarachter? Ik wil echt weten wat er is gebeurd, joh. What are you doing? Nothing. Figured you get all prettied up before heading in. Well, you know. Yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and then just stroll into the infirmary. No, man, I'm just sick of it. No, I don't care, I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it. That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey. He'll remember. You gotta stay awake. We're off the open road, but if a freaker wanders back. Yeah, I know. Mm-hmm. All right. Hey, Deke. Yeah. Don't you kill anyone in the camp, okay? Not gonna kill anyone. You good? Never better. Oh wauw, we hebben een nieuw verhaal 100% gehaald. En nu zit ik op 53% van hij is mijn broeder. We're supposed to guard the camp, not wander around jerking off. Could have been rippers. Oh, against the two of us. Really? We could get him before they. No. Oh kut, ik weet de besturing niet meer. Ik snap hoe ik onontdekt moet blijven, maar het is een tijdje. Oh. Ja, dat was het. Pijltje omhoog. Tijdje geleden game had gespeeld, dus was even de verrekijker kwijt. We moeten dus daar op 168 meter naar het kamp toe gaan. Maar wat een rare actie om Boozer hier eventjes heen te brengen. Zwaar gewond. Ligt hij echt uit te puffen en shit?
Terwijl als er nu een paar infected van die heuvel afkomen, dan is hij toch gewoon hulpeloos. Oh man, die volg ik niet helemaal. Nou goed, laten we snel achter die gasten aangaan. What the fuck, waarom zit Boozer in zijn eentje te praten? Praat gewoon tegen zichzelf, die man. Maar goed, Boozer wilde liever niet dat wij mensen gingen doden, dus... ik zal opletten. Hoor ik nou echt freakers? Hoor ik nou echt zombies in de buurt? Wat me opvalt is dat we al die tijd spraken over naar het noorden reizen. Dat is iets wat we zouden doen als Boozer weer een beetje oké was, zeg maar. Maar we zijn nu opeens, omdat die bloedvergiftiging had, toch naar het noorden gereisd. Het rare is, ik weet gewoon even oprecht niet wat de missie is. Wat moet ik nou precies doen? Want ik mag ze niet vermoorden van Boozer. Maar dat ga ik waarschijnlijk toch doen. What the? Hey, a rock. Hey. Hey there. Someone's out here. Anything? Ik ben benieuwd of het überhaupt mogelijk is. Nice and boring guard duty, way it should be. What are you gonna do later? I'm gonna try to get some sleep. That girl, Lisa, whatever, new one. It's a day of time. 13 days she kept me up all night. What's her deal? Waarom praat hij over Lisa? Ik ben heel benieuwd hoe ver ik überhaupt kom zonder iemand te vermoorden. What's up? Who's that? Oh no. Gotcha. What the freak, man? Waar kwamen hun opeens vandaan? Oké, de checkpoint heeft het me denk ik eigenlijk alleen maar makkelijker gemaakt. And the men we buried? What's going on? They were butchered, hey. Mike. Butchered. Christ, it took us 3 hours to rake up all the body parts. I didn't want to leave them for the freaks. Raymond? It's Carlos, and you know it. What are you talking about? We gotta hit him back, or the Rippers are gonna... Schizo, leave it be. Just leave it be. And what about the next group, Mike? And the next? Hell, Carlos is already pushing into Rogue Camp. Camp Pioneer? There's no proof of that.
They're moving up north. I heard one of those Radio Free Oregon broadcasts. Claims they got hit by rippers. So now you're listening to that nut job, Copeland. Well, he may be a nut job, but I think he'd know a ripper if one was coming at him with a butcher knife. They're not here. But you can go in and see for yourself. I saw something. You know, Addie don't like it, you snooping around in her business. Hey, you said it. Not me. I'm not laughing. Shit, man. Ik begeef me echt op gevaarlijk terrein. There it is. I just gotta find a way inside. Addie will take care of it. You think, Addie and Ricky are a thing? Why? You trying to get with them? Hey, zo'n ijsding. Die zit ook in Fallout 76. Carlos is already pushing into Rogue Camp. Camp Pioneer. Which is great. She came out of her cabin 2 seconds later. Here's us taking a shot. So she's Addie. Hell no. Take your head off. Ricky. Got it. Wat moet ik doen hier? Een soort van resources verzamelen of zo voor Boozer. Is dat wat we hier doen? Want dat drong echt nog niet op mij door, hoor. Gotta give Ricky credit for keeping shit running around here. Ze hebben echt super veel spullen. Hi, Ricky. Hi, Addie. I don't want any trouble, so if you ladies just step aside, I'll show you my way out. No, no, what the hell are you doing in my infirmary? Oh, are you gonna shoot me now? Oh, wait. There's a code, right? You can't shoot a woman unless you have to. Well, now you have to. Ah, shit. Okay, look, why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you, selling narcotics for Tucker now? You know, when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. No, it's not narcotics. What? It's antibiotics. Boozer's sick. He's got blood poisoning. I had no place else to go. Blood poisoning? What happened? Does it matter? I fucked up. Bring him in. Go and get him. Bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is, and I don't care what Iron Mike thinks. When a man is sick, a man is sick. We have to look out for each other. Baby is all we got. Come on, I'll give you a ride. Ik had deze niet zien aankomen. Ze helpt gewoon, ze staat gewoon aan mijn kant. Ook al staat ze er niet helemaal achter, maar... Waren deze mensen er net al, of... Trip ik hem? In ieder geval, deze zieke boegmevrouw is best wel heel erg lief. Meedenkend, wil Boozer redden. Dat is het enige waarvoor we hier kwamen, dus... Ik vind het best. Which way we headed? You remember there was a small camp when we first rode into the valley? Yeah, I remember. You call this a bike? It may not be a fancy drifter bike, but it gets the job done. Get on. Thank you.
Nu snap ik ook waarom niemand vermoord mocht worden. Aangezien het als het ware gewoon een soort bondgenoten zijn en Deacon er een geschiedenis mee heeft. So, how's she doing? The girl that I brought in, Lisa. Are you gonna take me to see her? No. God damn it, Ricky. What the hell? Why not? I can't. She's not here. Wait, hold on for a second. Where is she? A few days ago, Schizo assigned her to a scavenge run. She and three others headed over to the rope camp to look for supplies. They came back without her. You're telling me they left her? They left her out in the shit? They didn't leave anyone. They said she ran off. Jesus! It could have been anything. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. What was Schizo thinking, sending her out on a supply run? Everyone's gotta work, Deke. That's the deal, and you know it. I don't believe this shit. Look, she'd been surviving in Marion Forks for years when I found her. Yeah, then maybe you should have left her there. Who's there? Hey. Get back, don't make me blow your goddamn head off. It's me. No, get back! Oh. Hey. Hey, it's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Ricky. What? Tomolo? Yeah. That's good. Tomolo to Lost Lake? Yeah. Yeah. Hold on. That's right. How are you doing there, Boozer? You doing all right? Just PG. It still didn't give you the right to steal our ship. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do, huh? I don't know. Maybe ask. Jesus. Look at you guys, the biker boys. The most badass drifters in this shit, right? Now you come back crawling to Iron Mike. Oh, wait. If you'll let you. Come on, just help me get him back to Addy. Let's go. Come on, pal. I don't need your help. Ricky. Yeah, Boozer Ricky. Gaat echt slecht met Boozer, man. Damn. Wait, where are we going? Addy said she's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. I can ride, damn it. Not damn it. Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm and then... No. You know what it's like there, Deke. But you're not thinking straight. This isn't the Hot Springs. This is Lost Lake. Iron Mike. Remember him? Iron Mike? He's gonna get us killed. You said. That was a long time ago. They built the place up. They got more people. We're all gonna fucking die. We'll be long gone before anything like that happens. Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addy, look, she'll take care of it. Just a couple of days. Yeah, then we ride the hell out of here. Right north, like you said. Get the hell away from all this. Yeah. Jezus, wat zag dat er raar uit, man. Dit zijn echt van die kleine technische dingen dat ik echt denk. Okay, so I'm gonna go back and check on him and make sure he's okay. Coward. Yeah, you got that right. Well, how long? And until he can ride, I mean. You mean how long do you have to be here? Look, we have antibiotics, but it's not enough. Iron Mike lets you stay. Your friend will have a chance. Oei, dit is natuurlijk doomsday scenario voor Deacon. So what happened? How'd he burn his arm like that? We ran into some rippers south of Belknap. Guess they didn't like his tattoos. Die rippers deden echt gestoorde dingen met Boozer, man. I've heard about them doing shit like that to themselves, but not to people they're trying to recruit.
Boozer wasn't any goddamn recruit. Guess Tucker should have made a deal with him like Iron Mike. Come on, Ricky. He doesn't get it. Carlos isn't going to honor any deal with Lost Lake. Not for long, anyway. And Mike, he just doesn't see it. He sees more than you think. You've always had your good side, Deke. It's funny. You've just been doing your best to kill it. I used to love it out here. Thanks for the vote of confidence. My husband and I would bring the kids every summer. Go camping, fishing, stuff like that. You know, get away from the city. Can't do a lot. Het is op zich wel een heel vette eerste indruk van dit kamp en dit sfeertje hier. You cannot believe a word he is going to say. Addy is soft. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we throw them out on their asses. Mike, that is not who we are. Jesus, listen to you. And you, you tired of being Tucker's little bitch, finally? Raymond, huh? Stop it. Don't call me that. I'm pretty tired, all right. All right, see? Enough! See? You know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you! You put that shit away. Mike, Deacon was one that brought me the I know. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? How about me? We've all been out in this shit, Schizo. We've all done things we're not proud of. We need another rider. Oh, now, wait a minute. I just need a few days and some antibiotics. I'll do whatever it takes. Sure, Mike. Whatever you say, I'm on board. Walk with me. Don't you. Start with me. So you're the one who brought him in. I didn't bring them in, Schizo. Boozer needed help. But he broke in. Tot nu toe. Oh, moet ik eerst of zo? Tot nu toe komt hij wel sympathiek over, man. Met ze. We hebben allemaal dingen gedaan, zoals de missie ook heet, trouwens. Ricky told me you stopped running for Tucker. Sent that little girl here instead. I'm sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. How long you been drifting, you and Bill? I don't know. Like I said, time gets lost. If folks don't put down some roots, figure this shit out, grow some food, come next spring, won't be none of us left. If you give Boozer what he needs, let us hole up here till he can ride. Like I said, I will do whatever you need. I want you to know that as soon as he's patched up, we're gonna put together some gear, we're gonna ride north. North, huh? There's a camp up there near Smith Rock. Boozer's never been there. Anyway, got a lot of ghosts down here. It's time we move on. Fresh start, eh? Yeah, I can respect that. Now go on. Leave me be. I got some thinking to do. Sure, Mike. Yeah, whatever you say. Just have Ricky radio me if you need something. We hebben allemaal dingen gedaan. Nogmaals, komt tot nu toe best wel sympathiek over in Iron Mike's campy. Sowieso allemaal shit vrijgespeeld. Ik heb een nieuwe kruisboog. Nice. Dat kan ik wel waarderen. Oké, hij gaat dus gewoon rustig nadenken hier aan echt een prachtig meer. Want zijn kamp is wel echt de mooiste tot nu toe. Mooie natuur, mooie lichtval, echt gewoon... Ja, sowieso, die wereld die ze hebben neergezet is echt, denk ik, wel een van de sterkste punten aan de game, samen met de characters. Want de kleine technische dingen, zoals net die motor, dat die chick gewoon volle vaart haar eigen kampje rijdt en vanaf 100 naar 0 stilstaat. Dat vind ik dan wel echt weer een minpunt.
Maar goed, voor de rest, hele originele game, hele originele open wereld, prachtige graphics. Ziek dat ze werken met kampkrediet. Ja, het is gewoon... gewoon een verdomd goed spel eigenlijk. Waar zijn we? We zijn echt... Damn. De area is nog groter dan ik al dacht. De game is echt best wel intens groot. En dan heb je dus ook nog het noorden waar we officieel naartoe wilden. En alle kampen en zo. Oeh, hier gaat ook gewoon een verhaal verder, hè? Ik zie die Ripper gezichten zien. Wat staat er nou bij? Er staat bij. Stel je gaat erheen. Snelreis geblokkeerd. Roei besmettingshaarden uit om naar dat ding te... Oh. Oké. Hier is dus een besmettingshaard in de buurt. Vlak bij een tankstation. En heb je hier zelfs een nieuw kamp. Iron Mike's boerderij. Dit kan best nog wel eens een heel vet gebied worden, jongens. Laat ik eerst even bij de slager kijken. Kijken of we wat kunnen inleveren. What? You need something? You got something to say about it. Alhoewel, de slager. I can do something with some spices. Oh, hier moet het zijn. Ik noem het slager, het is gewoon een keuken. That's all I got for now. Oké, dan wil ik ook graag eventjes gewoon verder kijken hier. Ik heb natuurlijk nog helemaal geen kampkrediet opgebouwd. Misschien is het de goede om dat hier even te doen. What's up? Oh, ik heb helemaal niks op zak. Shit, man. That's all, huh? Ja, dat is inderdaad een beetje teleurstellend. Dat spijt me. En dan ben ik benieuwd of inderdaad die nieuwe biker upgrades zijn. Hier heb ik nog een R. Geen klus beschikbaar. Dat is bij Ricky. Nou, en hier is Miel monteur. Hey. Hey. What can I get you? No idea how to fix it. Ja, man. Kijk die topsnelheid omhoog vliegen. Hier kan je dus eindelijk nieuwe dingen halen. Ik zou het alleen wel raar vinden als uiteindelijk de motor upgrades allemaal zo standaard worden. Dat uiteindelijk dus iedereen die dit spel speelt dezelfde upgrades doet. En dus dat iedereen zijn motor een soort van er hetzelfde uit gaat zien op het visuele na. Want dat kan je natuurlijk helemaal persoonlijk maken. Ja, ik zal hier heel veel... Ik zie het al. Heel veel upgrades doen. Uiteindelijk. Come back if you remember what you want. Vet hoor. Later. Nou, laten we maar snel met de story verder gaan, want tot nu toe kan ik nog geen moer doen in Iron Mike's kamp. Maar het ziet er echt zeker al vet uit. Deacon, hey. Is everything okay? What's wrong? Actually, that's not why I'm here. Okay. Came by to see if there's anything you need for the infirmary. Actually, we're running low on everything. I mean, we could always... use more meds, sterile bandages, instruments. Here. A Liston knife. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, you know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. I wrote down where you might be able to find one. It's the brochure for the visitor center at Sherman's camp. Yeah, the plate's crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, Deacon. Thank you. Gotta find a Liston knife. Head to Sherman's camp. Ja, Deacon voelt zich echt lulletje rozenwater. Die denkt echt, ja hallo, kom ik hier net aan. Ik word meteen naar de meest intense freakernesten gestuurd.
Maar het zal wel iets zijn. Wat we hier toch echt moeten gaan doen. Rotklusjes. Echte rotklusjes. Hey there. Hey, I gotta ask you. I heard you riding in last night with Ricky and, who's that guy? Boozer. His name is William, or Bell. I've always just called him Boozer. Don't ask why. Is he gonna be okay? I stopped by to say hi to Addy. He didn't look so good. Yeah, he's gonna be fine as soon as he's patched up. We're riding north, you got that? So, just drop it, okay? Zo, wat zitten er uiteindelijk een toffe wapens in het spel, zeg. Echt heel sick. Kun je nagaan in het gebied, want dit is gewoon speciale eenheid. Shotgun, hè. Helemaal wapen level 5. Dus kun je nagaan wat een rommel ze hebben in Tucker's Camp en in, hoe heet die andere dude ook weer? Copeland. Die hebben echt rommel als je dat vergelijkt met dit. Had ik niet verwacht, to be honest. Maar goed, laten we maar eerst wat geld hier gaan verdienen, want het lijkt helemaal fout te gaan. Hier zijn gewoon geen klusjes, is geen moer te doen. Hier is de eerstvolgende grote missie, maar laten we in godsnaam maar die besmettingshard toe rijden. Nou, wat een toffe game, hè. Ja, het is toch wel de beste game van dit jaar, voor mijn gevoel. Tot nu toe dan, hè. Dus ja, hij maakt voor mijn mening wel degelijk de PlayStation exclusive dingen waar. Is anyone on this channel? O'Brien, is that you? Yes, yeah, it's O'Brien. We still don't know if our radio's good. Okay, look, I'm gonna try and help you find out about the woman. Sarah Whitaker, put her on your chopper that night. Yeah, I know, okay, but first, you gotta do something for me. You need something from me? Look, there's a digital spy on you. I'm going to send you a coded message. Coordinates. Meet me at the location. No! O'Brien, what the hell is this all about? Run all you want. I got you now. He's just running around. I know where you're at. This ship broke. Hebben ze nou echt die ene naar beneden gesodemieterd gewoon? Brian, what the hell is this all about? Ik was dus echt net te laat. Wat een kut zo. Watch a murderers and vagrants. Just as soon shoot you as look at you. Even snel opslaan, maar dit is echt balen. Ik was net te laat. Tuck, yeah, I'm here, and I'm guessing you got another job for me. So, okay, I'll stop by. Deacon out. Shit. Wow. Je moet wel echt lachen om Deacon als hij zo doet. Volgens mij heb je een beetje een hekel aan Ada Tucker. Ziek idee. Oké, dit was best zonde van de silencer. Maar goed, laat ik in eerste instantie even rondkijken of er hier een nest is. Maar ik denk dat we hem anders al wel gehoord hadden. Ik denk niet dat hier het nest is. Ik kan dit gebruiken. Oh.
Hey. It's okay. You're not gonna make it out here. I know where there's a camp. Yeah, camp? What camp? Show me. Where? Come on, Iron Mike's. Head to Lost Lake. Ask for Ricky Patel. She'll take you in. I was a goner. Thank you. Thank you, man. I thought it was over. Thank you. Thank you. Thank you. Name's Deacon. They know who I am. Keep your head down and run. Alright, nou ja, hier is het dus in ieder geval niet. En dan heb ik het over het nest. Need this. Zo, check die beer daar, hé. Gigantisch beest ook. Nice, beetje ammo. Hier nog wat in. Dat zou toch wat zijn als die sirene afgaat. Dat zou echt kut zijn. Maar. It doesn't look too bad. Zo. Good. Dat is wel handig. Oké, ik ga dus alleen nog richting het nest. En dan beginnen we zeg maar de volgende aflevering daadwerkelijk met de nesten. Ik ben benieuwd of ik hem al kan tanken. Ja. Nice. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Iron Mike's kamp ontdekt. Toffe story progression gehaald. En nu is het eventjes de eerste nesten hier slopen. Sherman's camp. Getting close. Oei. Ik denk dat ik hier gewoon mijn motor wel moet neerzetten, omdat dit gewoon een te groot gebied is. En ik veel te veel lawaai zal maken met de motor. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De volgende bij zijn waar we natuurlijk gaan starten hier in Iron Mike's gebied. En alle nesten van Sherman's Camp gaan opruimen. Thanks voor het kijken en tot de volgende guys. Peace.